voor Sparta op het eigen kasteel een hele belangrijke wedstrijd. Goed Eagles is de nummer 3, Sparta de nummer 4 en Sparta wil het in de achtervolging blijven op koploper FC Twente. Dan moet het hier eigenlijk winnen. Met Haroui aan de rechterzijkant, verder op het middenveld Duarte en in de spits natuurlijk Veldwijk. Dit is een goed paasje en een prachtige goal van Dervizoglu. Dan zijn we koud begonnen op het kasteel. Is de paas voortreffelijk van Duarte, Diroi Duarte. De Vizoglu is dan onderweg en snijdt door de defensie van Goa heen. En dan is het al na zes minuten 1-0 voor Sparta. Dat doorgaat. De laatste keer dat er op het kasteel op zondag werd gespeeld... won Sparta met 3-0 voor Cambuur. En het schot van Rai wordt onschadelijk gemaakt door Verhulst Stegenman, De coach van Go Ahead ziet de Het gaat niet goed. Weer een poging van Duarte. En zo is het eenrichtingsverkeer op Spangen met Veldwijk. Veldwijk probeert het. Als die Gino Bos te slim af is. Nog even aan Passant. Het vuurwerk wegtrappen en gooien. En dan weten dat je voorstaat met 1-0. En dat je de baas bent in de wedstrijd. Moeizaam hoe de ploeg van Stegenman opbouwt. Aan alle kanten gaat het mis. Het is nimmer een wedstrijd in de eerste helft. De hoekschop wordt doorgekopt. En daar Awassar helemaal vrij. Verhulst te laat. Baks op de lijn kan ook niets uitrichten. En dus is het Al-Assar met zijn tweede treffer van deze competitie. Doorkoppen is goed van Abels. En Al-Assar legt die bal prima binnen. En dan krijgt Sparta Lona werken. Want de 2-0 had al veel hoger kunnen zijn in deze wedstrijd. Nu dan Go met bijna van Morsel. Op de voorzet van Langendijk. Notabene twee Oud-Spartanen. Zij zorgen voor het eerste gevaar van Go Ahead Eagles. Veldwijk legt klaar. Rahi. Rahi en tegen de rug van Dervi Zoglu aan. En dan is verhulst kansloos. En is daar de 3-0. De tweede goal van Halil Dervi Zoglu. Hier kan hij eigenlijk niets aan doen. En mag van geluk spreken dat hij hem op de rug krijgt. Maar Sparta gaat door. Hier weer Rahi. En zo krijgt het thuispubliek wat te zien op het kasteel. En hij ook. Want de ruststand is 3-0. En Deelder ziet dat het goed is. Sparta in de tweede helft. Ongewijzigd. John Stegeman, coach van Ahead zal boos zijn geweest. Veldwijk. Goeie bal. Veldwijk. En daar weer een goal. Nu voor Abdou Haroui, voor hem is het zijn derde. En voor Sparta de vierde in de wedstrijd. En zo gaat het van een leien dakje. En steeds maar weer Goa Eagles. Dat niet in het spel voorkomt. Dervis Oglu, wat denkt u hiervan? Heerlijk. Schijnbeweging. Bos het bos in. En verhulst heeft het nakijken. Dat is alweer de derde van Halil Dervis Oglu. En de 5-0 voor Sparta. Het telraam moet erbij gepakt worden. Langendijk namens GoHead. Daar Lelyveld En Van der Venne. Nou! De eer is gered. En daarmee is eigenlijk alles gezegd. Van der Venne. Voor zijn tiende van deze competitie. De man die overkwam van Topos. Scoort hier de treffer. Dan nog meer onheil. Want er is al drie keer gewisseld. En Stans gaat geblesseerd het veld af. En dan moet. Go ahead ook nog met een man minder. Dabo met de voorzet. Dervi Heerlijke goal. Wat een geweldige voorzet van de huurling van Chelsea. En uitstekend afgemaakt door Dervi En als u meegerekend heeft, is dat de vierde van deze wedstrijd. En is het dus groot feest voor Sparta. Dat wint met grote cijfers van Goed Eagles